team, Tim van Rijthoven. Het was een dag van heel veel primeurs, hè? Spelen met Hawkeye in zo'n groot stadion. Wat was het allermooiste? Het allermooiste is er gewoon al staan op je 18e en een team achter je hebben staan dat gewoon voor je juicht en voor je klapt en de mooie supporters natuurlijk. Ja, dat is een heel mooi debuut. En dan ga je spelen, je gaat die baan op, dan wil je natuurlijk die ervaring helemaal in je opnemen of ben je echt alleen met die wedstrijd bezig? Ja, ik was eigenlijk echt alleen met die wedstrijd bezig. Ja, dat is een soort van gewoonte denk ik. Want als ik een wedstrijd moet spelen, dan focus ik me helemaal op die wedstrijd en vergeet ik eigenlijk bijna alles wat er omheen zit. Ja. Maar dan komt toch een moment bijvoorbeeld van je eerste challenge, wat was dat? Ja, dat was lachen natuurlijk. Daar kwam wel een lachje vanaf bij mij. Ja, dat is geweldig. En ik hoop dat er nog heel veel meer challenges komen. Heb je ook het gevoel dat je in één keer deel bent van iets wat je normaal gesproken alleen op televisie ziet? Beetje wel, ja. Ja, zoals ik al zei, je wordt niet heel erg... Je bent het niet echt bewust als je er bent. Ik moet mezelf eigenlijk gewoon even knijpen. En van ja, je staat er wel. En het is toch wel knap dat je er ook staat. Gewoon, ja, je kunt jezelf gewoon wel credit geven. Op wat voor manier is het knap van jezelf? Nou, je kan ook natuurlijk de baan opgaan en denken van zoveel mensen, ik kruip helemaal ineen, ik word heel zenuwachtig, ik ga opgeven want ik speel niet heel lekker, weet ik veel. Maar ik ben gewoon gaan staan, ik ben blijven verbegen, ik heb niet aan de score gedacht, gewoon lekker mijn ding gedaan. Toch ook wel genoten of was je daarvoor te geconcentreerd? Nee, ik heb ook genoten. Ja. Zag je dat ene Federer ook langs de baan zat en wat vond je daarvan? Ja, ik zag hem eventjes zitten. Ja. En Wawrinka ook overigens. Vind ik allebei gewoon toppers. Ja, heel leuk. Eventjes die 1 seconde en dan ben je gewoon weer bezig. Hoe kijk je nou terug op deze week? En vooral, wat heb je vooral geleerd? Ik heb vooral geleerd dat mentaal het belangrijkste is van heel het spelletje. Je ziet Federer, die heeft struggles. Die heeft last van zijn been. Maar hij blijft wel gewoon staan en hij gaat er gewoon voor. Wawrinka, die speelde niet heel lekker. Ze blijft gewoon staan, gaat ervoor. Timo, die vandaag gewoon heel moe was, gaat er gewoon staan en gaat ervoor. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja. En dan, je hebt nog een kleine rookie speech gehouden. Hoe is dat gegaan? Klopt, ja. Zoals Timo zou zeggen, er zit alles in. Lachen, blunders. Blunders? Ja, inderdaad. Ik heb, bij het opstaan stoot ik mijn hoofd tegen een lamp. Tegelijkertijd stootte ik een glas water om. Dus er zat van alles in. Dat was heel leuk. Ja. Was je zo gespannen? Nou, het was gewoon, die gasten zaten me zo op te fokken voor de speech dat ik een beetje gespannen werd. Ja.